De boodschap die wij hier vandaag bespreken met de user group gaat vanuit de VMware propositie en visie natuurlijk breder in het hele ecosysteem. Er zijn hier ook heel veel partners van ons die vandaag aanwezig zijn en ik denk dat dat een heel erg belangrijk is. Hoe introduceer je de innovatie binnen je bedrijf? Hoe maak je de transitie naar de cloud? Dus je kijkt, vanmorgen was de keynote van Kit Colbert en die ging voornamelijk ook daarover. Transitie naar de cloud, de toepassing van eigenlijk hoe je zegt van product private cloud naar dienst public cloud. Vanmorgen in de keynote ging het voornamelijk ook over VMware Cloud en AWS, maar we hebben hier ook andere partners die hier zijn, zoals een IBM, zoals een KPN. Dus het gaat over internationale partners en ook lokale partners die de dienstverlening kunnen leveren vanuit de VMware en ook partners die die innovatie toepassen. Naast dat wij trots partner zijn van VMware al jaren, zijn we nu sinds een jaar of twee ook partner van AWS. Dat heeft natuurlijk alles ook te maken met de combinatie van VMware en van AWS. Het partnerlandschap in Nederland, maar ook wereldwijd, is wel wat breder hoor. We zien ook best wel wat tractie op het IBM Cloud verhaal, wat natuurlijk ook gebaseerd is op VMware technologie. En daarnaast hebben we in Nederland gewoon een heel prachtig ecosysteem van VCPP partners. Toch een paar honderd die ook dit soort prachtige diensten aanbieden. De transitie voor VMware als een organisatie betekent dat de klant voor ons nog belangrijker wordt. En voornamelijk dat de waarderealisatie. Want het gebruik van de cloud is iets wat je dag tot dag doet en wat je van dag tot dag impact heeft op de business. Dus onze relatie met de klanten wordt ook steeds meer intensiever en gaat ook over de klanttevredenheid eigenlijk daarin. En de toegevoegde waarde die wij kunnen leveren vanuit VMware. Waarbij we voorheen heel traditioneel dachten over hoe gaan we zaken on-premise voor klanten bouwen. Hoe laten we hun bestaande applicatiesets daar optimaal in opereren. Dat we binnen die practices nu heel erg bezig zijn om te kijken hoe gaan we dit zo ontwikkelen. Met ervaring die we nu met klanten hebben, die we opdoen in de huidige projecten. Hoe gaan we dat op een dusdanige manier ontwikkelen dat we dat zo meteen beter kunnen inzetten voor onze klanten. Als we kijken naar onze traditionele klanten, de wat grotere academische ziekenhuizen, de financials, de wat industriegerichte. Die hebben grote applicatiestacks met traditionele applicaties, maar die weten dat ze naar voren willen. Voor generieke diensten gaan zij steeds meer gebruik maken van standaard SaaS-oplossingen. Als het gaat om diensten die binnen hun business heel belangrijk zijn. Denk aan verzekeraar. Nou, die heeft gewoon een schadeproduct of een pensioenproduct. Die nemen ze ook als SaaS-dienst af. Nou, dan houden we die oude infrastructuur over. Nou, dan maken we onderscheid tussen twee dingen eigenlijk. De applicaties die we nog wel moeten gebruiken de komende jaren. En de nieuwe wereld, waar zij er weer hun competitie mee willen vinden. Ja, en daar zie je wel de grootste shift en ook de grootste kansen en misschien ook wel bedreigingen. En daar is ook bijvoorbeeld zo'n partnership met VMC, AWS met VMC-technologie, heel belangrijk voor. Klanten doen ook een reach out naar ons om te kijken hoe kunnen we een partner worden in de innovatie, zodat we samen met de users, samen met de klanten, samen met VMware, die reis kunnen uitstippelen om de klanten succesvoller te maken.